Breda Nu. Je weet het meteen. Op vrijdag 16 juni vond de Bredase Veteranendag plaats op de Militaire Academie. Op deze dag ontvingen enkele Bredase veteranen een draaginsigne als dank voor hun werk. Hoe voelt het voor u? Ik vind dat een hele eer dat wij als veteranen een onderscheiding van het Nobelprijscomité krijgen. Dus het voelde een klein beetje als ik heb de Nobelprijs voor de Vrede gekregen. Toch een stukje ervan. En hoe is zo'n dag voor u? Ik maak het bijna elk jaar mee. Het is heel herkenbaar. Je komt terug in de tijd, zeg maar. Ja, je ontmoet oude kameraden. Echt heel leuk. En hoe belangrijk is het voor veteranen dat er zo'n dag wordt georganiseerd? Heel belangrijk. Dat heeft ook te maken met de verwerking van sommige mensen die een trauma hebben opgelopen. Daar kunnen ze met collega-veteranen makkelijker over praten dan met buitenstaanders. En daar is dat heel belangrijk voor. Breda Nu. Je weet het meteen.